Alice is maar 60 centimeter hoog. Dat is niet voor niks. Want als je haar mans of vrouws hoog zou maken, vinden mensen dat al heel snel eng. Dat is wat we willen voorkomen natuurlijk. Daarom zie je ook dat ze en een redelijk menselijk gezicht heeft, maar op een vrij mechanisch onderstel. Dus veel verwarring kan er eigenlijk niet ontstaan over of dit nou wel of niet leeft. Hij is gebouwd door Hanson Robotics. Hij komt uit Amerika. Wij hebben meegeholpen met name de softwarekant ervan. Deze machine zou in staat zijn een bepaalde verhouding ten opzichte van zijn gebruiker kan opbouwen. Misschien dat Alice wat wil zeggen tegen ons. Hallo, ik ben Alice. En wat kan je nog meer aan? Wat zou ik voor u kunnen betekenen? Ze wacht nu op een antwoord. Misschien dat jullie even naar voren willen komen om haar te zeggen wat ze zou kunnen betekenen. Wil je eens komen? Ja? Ik zou wel een schouderklopje willen. Een schouderklopje willen? Ja, dat begrijp ik. Voel maar eens eventjes aan de wangetje. Dan moet je het even met de achterkant van je hand doen. Ja, zo, precies. Heel zacht. Precies. En dat is heel iets anders dan het normale plastic dat je gewoonlijk bij een robot tegen zult komen. Ja? Misschien wil Alice ons nog wel wat meer zeggen. Wat zou Alice volgens ons kunnen doen? Wat zou je kunnen doen? Alice die staat natuurlijk heel veel van die duik. Nou. Hey, is dat Maxima? U zich wel eens eenzaam? Jazeker, want ik ben altijd drukdrukkend. Wanneer voelt u dat vooral? Nou, dat voel ik elke dag wel. Er komt nooit iemand uit de flat of wat dan ook. Hoef je nooit op te rekenen. Hmm. Oh, dat is jammer. Hoe zou uw sociale leven kunnen verbeteren? Ik zoek eigenlijk een of andere bezigheid overdag. Ze reageert wel. Wat zou je verder voor kunnen betekenen? Ja, heel serieus te antwoorden. Robotje voel ik niet veel voor in mijn huis. Met mij maar gewoon een leven. Ja, kijk, nu gaat ze ook wegkijken. Nu is het ook klaar. Oh, dat is jammer. Ja, nu is het klaar. Ja, de stomme machine. Dat was het. Ja. Bedankt voor dit gesprek en misschien tot snel. Oei. Zo zag het er dan maar af. Zit er maar aan.
Zo mooi dat ze richt ze ook echt weg ja. van... Dus op den duur raakt ze weg. Maar wat kunnen we nou doen om te zorgen dat ze erbij blijft? Weet je wat hier gebeurt? Dit is geen hulp. Dit is dat zij nog eens helemaal bewust wordt van het feit dat ze zo eenzaam is. Ja. Ja. Dat is wat Alice nu heeft veroorzaakt. En het enige wat je kan krijgen is een robotje. Maar dat doet niet. Zet de radio maar uit, weet je. Evaluatieversie. Liever een levend mens. Wat je wel ziet, is dat ze ook persoonlijke vragen daar wel op ingaat. Alsof het inderdaad een mens tot mens interactie is. En ze geeft ook nergens commentaar van, ja, ga ik dat aan een robot vertellen? Nee, dat doet ze inderdaad niet. In die zin reageert ze wel op het menselijke interactieniveau. Nogal eerder dan op een echt mens.